We zijn vandaag in Scheveningen bij Antal. Ik heb vernomen dat jij een probleem gehad hebt met jouw telefoonnummer. Ja, dat klopt. Daar heb je een aantal keren je provider gebeld en geprobeerd te bereiken. Ja. Aangetekende brieven. En daar heb je eigenlijk nooit antwoord op gekregen, toch? Daar kreeg ik nooit antwoord op. Nee. En wat heb je toen gedaan? Toen heb ik de AMBO gebeld, Raad en Daad. Wat is Raad en Daad? Raad en Daad bestaat eigenlijk uit drie facetten. Dus je hebt onze website Raad en Daad, waar heel veel vragen op staan. Die je kunt hebben als het gaat over je gezondheid, je pensioen, je woonsituatie. Daar kun je de antwoorden vinden. Maar als je er niet uitkomt, kun je ook bellen. Dan helpen onze medewerkers je aan de telefoon. En als zij denken, nou, er moet misschien toch wel even iemand langs, want het is erg complex. Dan komen er goed getrainde vrijwilligers bij onze leden thuis. Met de vraag? Of zij mij kon helpen, want ik wou van mijn contract af. En dat hebben ze volgens mij gedaan. Ze hebben een brief opgesteld, de AMBO. Ja, toen. Die hebben ze gestuurd naar die provider. Ja. En binnen 2 dagen kreeg je antwoord. Ja, en het antwoord van mijn provider was dat ik van mijn contract af kon. Oké, okay. dat was daarvoor? Niet. Nooit antwoord gehad? Nooit. Maar door de AMBO heb je ineens contact en heb je antwoord gekregen? Ja, daarvoor aangetekende briefjes sturen, bellen, nooit antwoord. En een heel lang verhaal kort te maken. En wat is nu de oplossing? Dat ik van mijn contract af ben. En je hebt nu een ander nummer, maar een beter contract voor jezelf. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. Dus je bent heel blij met de AMBO, met Raad en Daad? Ja, het heeft me heel veel opgeleverd. Dus die hebben jouw probleem opgelost? Ja, mijn probleem is opgelost door Raad en Daad. Ja, oké, okay, super, dankjewel. Heb je ook voorbeelden bij mensen die Raad en Daad bellen? Ja, ik heb heel veel voorbeelden. We helpen ongeveer zo'n 10.000 tot 12.000 mensen per jaar, dus dat is eigenlijk wel heel erg veel. En je kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die bellen met problemen rondom zorg. Dus die hebben thuiszorg nodig en die hadden bijvoorbeeld 7 uur, maar krijgen nu 4 uur. Hoe los je dat dan op? Mensen die bellen van mijn moeder moet naar het verpleeghuis, maar mijn vader mag niet mee. Hoe zit dat nou? Want ik wil ze niet uit elkaar halen, ze willen samen. Een meneer die in de schuldhulpverlening zit, kunnen we helpen? Iemand die belt en zegt, ja, ik heb nu eindelijk een baan, heel lang werkzoekend geweest. Nu heb ik een ongelukje gehad en mijn werkgever wil mijn salaris niet betalen. Iemand die een bed heeft gekocht en het is geen goed bed. Dus je kunt alle vragen bedenken op het gebied van inkomen, wonen, gezondheid, maar ook consumentenrecht. Daarvoor kun je bellen naar Raad en Daad en dan proberen zij dat op te lossen.